18 jaar en ik doe al sinds mijn zesde BMX. Dit werd mijn 12e jaar. Het ging eigenlijk heel goed, vooral vanaf 2009. Toen werd ik Nederlands kampioen. En vanaf 2011 tot 2013 werd ik Europees kampioen. Harrie Lavreysen van de Nederland op de eerste positie in deze finale. Je moet nog nu Daarna kreeg ik veel last van schouderblessures. Toen werd het steeds minder. Harrie Lavreysen, de guy from the Netherlands. Zijn roep in de UX reaches for the number one spot. Tessel was een heel speciale dag. Eigenlijk ging alles goed. Tot de kwartfinale. Toen schoof mijn schouder uit de kom op de tweede bult. Maakte ik een fout, tikte ik net de bult aan. Toen was het heel snel allemaal. Ik heb het rondje uitgereden. Ik ben vierde geworden. Snel mijn schouder terug in de kom gezet. Toen ingetaped door een Belgische arts. Toen mijn halve finale gereden. Zonder spanning of enig idee wat er gebeurde om me heen. Wel doorgaan, gelukkig. En de finale ging eigenlijk goed, heb ik gewonnen. Uit Nederland, Harrie Lavreysen. Get rocked down. Who's gonna take the win? Who's gonna win? Harrie Lavreysen. Nederland maakt een mooi. Harrie Lavreysen. Harrie Lavreysen. Romero, number 3. Eigenlijk ben ik naar Nieuw-Zeeland in 2013. Daarna was het idee om meteen geopereerd te worden. Toen kwam ik ook op Papendal, dus ik kon revalideren op Papendal. Toen was ik klaar voor het seizoen van 2014. Alleen toen net de week voor het seizoen ben ik gevallen in Zolder. Ik schoof mijn schouder opnieuw uit de kom. Het was eigenlijk al zeker dat ik opnieuw geopereerd moest worden. Daar ben ik dus ook op 3 juni. Toen heb ik eigenlijk een goede revalidatie gehad. Ik was eigenlijk klaar voor het seizoen van 2015. Alle trainingen gingen goed. Ja, totdat iets te veel werd. Ik wist dat hij uit de kom kon schieten. Dus als ik viel, dan schoot hij sowieso uit. Maar toen ik in zwaard voorover viel en allebei mijn schouders uit de kom waren, toen dacht ik al even van, dit is echt niet oké. Okay. Voor rechts was het niet heel bijzonder, maar voor links wel. Ik heb heel veel pijn gehad. Toen heb ik eigenlijk samen op maandag met de artsen besloten om wel te stoppen met BMX. En de baan wielrencoaches die willen mij een kans geven. En daar wil ik ook zeker voor gaan. En Rob van der Wildenberg willen bedanken. Niels Verheid heeft me altijd getraind voordat ik op Papendal kwam. Hij was er altijd voor mij als ik het nodig had. En sinds dat ik op Papendal zit, is Rob mijn coach geworden. Hij is ook een hele goede coach. Hij heeft me altijd gesteund tijdens het revalideren. Ik heb wel geen één goede wedstrijd kunnen rijden in de tijd dat ik met Rob trainde. Maar ik heb wel gewoon een hele leuke tijd gehad. En veel geleerd, veel ervaring opgedaan.